Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij F1 2010 Career Mode. Mijn naam is Gianand Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 16 hier in Japan. Maar heb je de vorige video in Singapore gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan recht voor dit ietsje. Klik erop dat jullie de video verschijnen natuurlijk. Maar ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer je dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat jij geen enkele aflevering meer van mij mist. Zo ben je altijd op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. Kan er iets beter worden op deze video of op een van mijn andere video's? Zet het dan in de comments neer. Vergeet vooral niet te liken en natuurlijk gewoon te abonneren. Volg me ook even op de sociale media @GianandSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Singapore was een hectische grote prijs. Tegen het einde van de wedstrijd kwamen wij echt onder flinke druk van Jenson Button, maar wonnen toch nog de wedstrijd. Renault heeft een offer voor ons gedaan. Hetzelfde geldt voor Mercedes. Renault biedt $11,500. Wat biedt Mercedes? Die biedt bij $11,000. Maar ik laat het eventjes voor wat het is. Oké. Okay. Constructeurs, kampioenschap. Ja, het is close met mijzelf. Oftewel Virgin Racing, McLaren en Red Bull. En we hebben gewoon heel veel punten voorsprong naar Mark Webber. Dus we kunnen vandaag wereldkampioen worden bij de coureurs. Het zou wel vet zijn als dat gaat gebeuren. Suzuka belooft gewoon weer droog te worden. Geen regen gelukkig. Dus dat is goed om te zien. Ik zat even te twijfelen om 30% of 20% te doen. Maar ik vind 30% wel erg lang. Dus doen we gewoon echt 20%. Raceafstand. En dan zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie. Ik verwacht hier weer een pole position of een B2 of een P3. Je weet maar nooit. De Red Bulls zijn erg sterk. Dus daar gaan we dan voor de kwalificatie voor de grote prijs van Japan. Laten we beginnen. En het begint al gelijk goed, want we hebben Felipe Massa die daar ons een beetje in de weg rijdt in onze eerste run. Schieten hier ook gelijk door bij de tweede bocht. Missen daar complete apex. En Massa weer terug. Pakt ons weer terug. Wij pikken dit niet, maar hij houdt ons wel hier een beetje op. Wat doet Felipe Massa hier in hemelsnaam? Houdt ons hier gewoon op. Gras aangetikt, weg deze ronde. Maar we maken hem gewoon af. Voor het geval dat er iets gebeurt. Massa rijdt hier gewoon compleet in de weg. En we zijn hem voorbij. Maar dat zeg ik wel. Massa moet daar even op de rem. Wij gingen het grind in. Dat betekent koude banden. En weer het grind gepakt. Massa dit keer wel nu echt voorbij aan ons. Tegen het einde van diezelfde ronde komen wij Felipe Massa weer tegen. Hier in 130R aan de binnenkant. Gewoon eraf geduwd. Maar deze ronde wordt hem sowieso niet. Dit is een veel te slecht rondje voor de pole position. Krijgen ook een bochtafsnijding. Dus deze ronde is helemaal verpest. En moeten opnieuw een tijd gaan neerzetten. Hebben daar iemand uit de pitstraat. Gaat dat goed? Weet ik niet. Maar dit gaat niet goed. Nee, dat gaat helemaal niet goed. Flink grind meegepakt. De auto bijna kwijtgeraakt. En weer is deze ronde verpest. Weer te ver doorgeschoten. Missen die complete apex. Het was Karun Shandok die ons daar in de weg zat bij de pitstraat. Het is allemaal goed gekomen. Gelukkig. Tegen het einde van ronde nummer 2 schieten wij hier weer te ver door. En dit wordt zo niet de pole position, dus we moeten het nog een keer gaan proberen. Wij zetten een 1.40.2 neer op P3. Maar Vettel op voorlopig de pole position, Hamilton op P2. Wij missen hier gewoon weer die bocht. Het is gewoon een dramatische kwalificatie. Hier dan weer die bocht gemist. En zijn doorverwezen naar P6. Kunnen wij ons nog verbeteren? Jazeker, P3.
Tegen het einde van de kwalificatie gaan wij er nog een keer voor zitten. Er staat druk in 130R met... Wie is dat? Kubica en Di Grassi, mijn teamgenoot. Wij moeten daar op het gras om die twee te ontwijken. Missen hier gewoon de apex. En dat is helaas de tijd afgepakt. We moeten het opnieuw gaan proberen. Dit is trouwens onze tweede setje van de softbanden. We hebben maar twee sets, dus ja, het wordt close. 3 minuten nog te gaan in de sessie. Geel. Gele vlag wordt gezwaaid omdat er iemand is gespind. En dat is Shandok. Jazeker, die daar dwars stond op het gras. Maar we kunnen weer verder kwalificeren. Kijken of wij misschien naar P2 kunnen. Pole position wordt hem denk ik niet. We zijn ook langzaam in sector 2. 1.6. Dit wordt denk ik wel een verbetering. Van tijd, maar niet van plek. Dat zou jammer zijn. Verbeteren ons. Nice driving. We're in third on the grid tomorrow. That puts us in a good position for the race. Ja, de ingenieur zegt P3, goed gedaan. Komen we gewoon bijna 14e tekort. Webber mist hem. En zijn teamgenoot Sebastian Vettel pakt de pole. Dus wij vertrekken op P3 hier in Suzuka. En dus op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 16 van F1 2010 Career Mode. Dan zijn we aanbeland bij de pitbox. Starten op een P3 hier in de wedstrijd. 14% kans op regen op die softbanden. Hopelijk hebben we een goede start. En kunnen we de beide Red Bulls passeren. Maar het gaat lastig worden. Race-strategie om in ronde nummer 4 naar de harde band te duiken. Even kijken naar de car setup. Wat we nog gaan doen. We gaan voor neutraal. En is het op naar de grid. Voor misschien wel de beslissende aflevering voor de wereldtitel. Vandaag kan het misschien gaan gebeuren. Maar dan hebben we heel veel dosis geluk nodig. Op naar de wedstrijd. The boss is expecting another podium finish this weekend. Think you can deliver. Gaan we dan beginnen voor de grote race van Japan, want de lampen zijn uit en we zijn onderweg en we komen gewoon goed weg. Blokkeren daar al gelijk Jensen Button. Hij kan er niet voorbij, maar die beide Red Bulls zijn heel sterk weg. Gaat er een klein beetje wijd. We werden afgeleid door Mark Webber. Vettel nog steeds aan de leiding. Webber op P2. Wij dus op P3. Moeten hier hopelijk de Red Bulls gaan volgen in deze grote prijs. En wordt misschien een tactisch spel met de pitstops. En hier rijdt de Red Bull al weg. Wij hebben gewoon downforce tekort. Ja, dat kan toch niet, want hij zit te ver weg, man. Waar loop je nou weer te lullen uit je nek? Hier kunnen we er wel naartoe rijden. Vettel gaat verdedigen. Houdt Mark Webber zijn teamgenoot op. En we zitten er dicht op bij de Australië. Daar vallen we hem aan de binnenkant. Webber probeert dat gat nog te dicht te gooien. Lukt niet. En wij passeren hem daar definitief aan de buitenkant. Gele vlag, er is iets gebeurd. Maar we kunnen weer verder racen. P2. En in ronde nummer 2 zitten we te kijken bij Sebastian Vettel. Aan de binnenkant, bij de eerste bocht. Lukt dat? Jazeker, dat lukt. En Vettel is hem kwijt op de curbstone. Sebastian Vettel weg. Zakt terug naar P4. Webber op P2. Hamilton op P3. Tot nu toe een mooie wedstrijd. We zitten in ronde nummer 4 als de pit window open is. We hebben Mark Webber achter ons zitten. We maken hier een fout. Zijn hem bijna kwijt, maar houden hem mooi recht. Daardoor kan Mark Webber naar ons toe rijden. En wij krijgen een waarschuwing vanwege het bocht afsnijden. De druk staat er in één keer weer vol op. En hier maken wij nogmaals een fout. En Webber zit er heel dicht op. Hamilton op P3. Vettel op P4.
Want een in optimale optie, zegt de engineer. Gaan wij nog een ronde langer door of gaan wij naar binnen? Wat doet ook Mark Webber? Dat is de vraag. Mijn linker voorband begint eraan te gaan. Sorry, beide voorbanden beginnen eraan te gaan. Webber is 19e sneller. En we gaan een ronde langer door. Hetzelfde geldt voor Mark Webber. En de engineer zegt, kom naar binnen aan het einde van deze ronde. Webber zijn rondetijd is gelijk aan die van ons. Wij maken weer een klein foutje door het gripverlies in de eerste bocht. Proberen hier zoveel mogelijk tijd goed te maken. En in ronde nummer 5 is het echt tijd om naar binnen te duiken. De voorbanden zijn er gewoon compleet aan. Wij duiken naar de harde band. De lucht is ook grijzer en donkerder geworden. Webber gaat een ronde langer door. Hetzelfde geldt voor Lewis Hamilton. Of niet? Nee, Hamilton duikt mee met ons naar binnen. Een snelle pitstop. 4 seconden, jazeker. En komen we terug op P5. Webber aan de leiding, maar hij moet nog een keer naar binnen. We moeten nu Nico Hülkenberg zien in te halen voor P4. Hopelijk doen we dat snel. Het is dus gebeurd. En nu komen we aan bij Kamui Kobayashi. Aan de binnenkant bij 130R. Jazeker. Goeie inhaalactie. Goed gedaan. En Webber is naar binnen gedoken. Lewis Hamilton rijdt nu aan de leiding. En wij zijn 1,8 seconden sneller. Snelst van allemaal. Jazeker. Webber komt terug op P3 of op P4. Op P3 komt de Australische coureur terug het veld op. Als het zo eindigt, nemen wij weer verdere stappen naar die eerste wereldtitel. We zitten zometeen in ronde nummer 10. Hamilton en Webber knokken voor P2. Nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. Grassi op P22. Hey Webber, zak terug. Mark Webber, zakt terug in de wedstrijd. Daar is iets gebeurd. Ik zie hem ook niet verschijnen. Wat is er gebeurd met Mark Webber? Weet ik niet. Het is zometeen hopen wat de engineer zegt, want ik heb hier helaas geen bevestiging wat er is gebeurd. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Zometeen de engineer horen gillen als het echt waar is. Zijn wij wereldkampioen? Zijn wij wereldkampioen? Dat is de vraag. Ik weet het niet. Ik weet niet of Webber nog rijdt of niet rijdt. Of hij in de punten is gefinished of niet. Zometeen bij start-finish. Dan krijgen we de engineer te horen. Met de grote vraag of wij wereldkampioen zijn, ja of nee. Het antwoord krijgen we zometeen. Amazing! Brilliant result, man! Nobody expected that! Well done! Wij winnen hier dus de grote prijs van Japan. Hamilton op P2, Vettel op P3, Kubica 4, Kobayashi 5, Rosberg 6, Hülkenberg 7, Felipe Massa op P8. Waar is Mark Webber? Waar is Mark Webber? Dat is de grote vraag. Is hij überhaupt gefinished? Ik kan het nog niet zien. We moeten even doorscrollen namelijk. Button 9. Nee! We hebben niet gefinished! We zijn gewoon... wereldkampioen. Ja hoor. Het wonder is gekomen die wij nodig hadden. We zijn wereldkampioen. Hebben nu 104... Ja, eigenlijk als het zo eindigt. Dan hebben we gewoon de titel met 4 punten verschil te pakken.
We zijn gewoon kampioen. We zijn gewoon kampioen. Fantastic result! That's just awesome! Yeah, this year's champion! This year's sure been some ride! We hebben gewoon 104 punten verschil naar Mark Webber. En als wij dus niet finishen, de resterende races, en Webber pakt alles, dan zijn wij kampioen nog steeds met 4 punten. Dus het maakt helemaal geen uit. We zijn gewoon nog wereldkampioen. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Een droom die uitkomt. En Webber loopt nog in gevaar, want Hamilton loopt nog in. 17 punten verschil. Dus ja, dat belooft nog wat voor de resterende races. Ongelooflijk. En klimmen dichter naar McLaren. En McLaren klimt dichter naar Red Bull. Dus we kunnen nog constructeurskampioen worden. Maar goed, dat is allemaal voor de volgende video namelijk. Ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb jij genoten, beloon het dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 content. Zoals F1 2010 Career Mode, F1 22. Of misschien zelfs een ander racespel. Ik probeer wekelijks te uploaden op... Dit keer is het op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag. Vanwege F1 2021 die er nog aankomt. Dus abonneer gewoon voor meer. Meestal upload ik in het weekend standaard zaterdag en zondag om 1 uur 's middags een video. Volg me ook even op de sociale media. @Gianlandschaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Gianland mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op dit kanaal. Gaan we verder met meer content. Tot de volgende keer.